ik wel in het Nederlands doen, anders versta ik het eigenlijk niet meer. Toen toch heeft toch een die boeren, als nou toch behoorlijk wat boeren ermee stoppen, u zegt net ja, dan doet dat iets voor de sociale samenhang in, in ja. Friesland. Wat, ja. wat, wat, wat gaat er dan gebeuren als die, als er een deel van de boeren stopt? Kijk. Um... Onze provincie is door de eeuwen heen uh, groot geworden door de landbouwsector. Uh, daar kan ik heel veel en, uh, uh, gepassioneerd over, over vertellen. Ja. En na de taal is het landschap, het landschap, uh, hetgene waar de Friese hun identiteit aan ont ontlenen. Dus dat landschap is heel erg belangrijk uh, voor ons. Ja. En, die landschap en uh, dat landschap, maar ook de sector, is heel erg verweven met de dorpenstructuur. We zijn de grootste provincie in hectare van ons land ruim 400 dorpen, ook zes steden en vier waddeneilanden. En als je die sector dus uit die samenleving haalt, zegt dat ook iets over de sociale structuur van die kleinschaligheid van die dorpen. De meeste dorpen van ons hebben minder dan 500 inwoners. Dus als je de boerenstand daar uittrekt, betekent dat ook iets voor de sociale cohesie, voor de samenhang in zo'n dorp. En dat ja. willen wij natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk niet. niemand die echt zegt, ook in Den Haag niet, dat alle boeren moeten stoppen, maar het zal wel een tandje minder moeten. Dat is natuurlijk het punt. Nou, de, 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 het erge is dat, dat mensen wel. Het als hege, sommige politieke partijen en sommige politici zien het als een hoger doel. Ja. om uh, de boerenstand uh, uh, echt te doen verminderen. En het aantal boeren en het vee ook af te laten nemen. En daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat er in ons land het meest veilige voedsel wordt gemaakt. Uh, we ook in economisch opzicht een hele belangrijke economische sector hebben. Ja. En uh, daar wordt in mijn beleving te vaak aan voorbij gegaan. Dat Deze om... Of, is dat, dat doet u op, toch? Nee, ik bedoel niet een specifieke politieke partij. Oh. Er zijn meerdere partijen en, en, en uh, politici die dat voorstaan. En ik als commissaris uh, van de Koning in Friesland... Mm -hmm. waar die sector zo belangrijk is, waar het gewoon in heel ons DNA zit... pleit gewoon voor een vitale... Nieuwe toekomst voor die sector en de ruimte om de sector zich laten doorontwikkelen. Maar hoor ik u dan ook zeggen dat u denkt dat u die, de, de natuurdoelen zoals die er zijn, um, dat u die kunt halen zonder dat er bijvoorbeeld minder vee uh, zal zijn in die provincie? Dat het aantal vee dat er nu is, dat dat gelijk kan blijven? Ik denk dat je maatwerk moet bieden. Ik heb bijvoorbeeld op Schiemannenkoog is er een prachtig nieuw initiatief. Waarbij de zeven boeren die we daar hebben. Gelukkig hebben we ook zeven boeren op Schiermonnikoog, Op Ameland hebben we er ook elf. Die willen we daar ook graag houden. Anders worden die eilanden alleen maar vakantiekolonies voor het toerisme. Dat willen we ook niet. Die zeven boeren hebben zelf besloten om honderd koeien uh, minder te gaan melken. Ja. Om daarmee de stikstofproblematiek ook aan te pakken. Maar wel zelf de melk te verwerken tot eilandenkaas... en daarmee een verdiencapaciteit te krijgen. Nou, dat vind ik een. Prachtig voorbeeld hoe je met maatwerk uh, in de kleinste gemeente van ons land uh, toekomst, uh, heden en verleden aan elkaar kunt koppelen en er ook nog een boterham aan kunt verdienen. En